Heb je er zin in, Sientje? Ik heb er enorm veel zin in. Ja, dat lijkt me inderdaad fantastisch om nu de journalist een keer te kunnen beoordelen. Hele leuke gelegenheid. Ja, je kijkt heel vriendelijk bij me. Je gaat het toch wel hopelijk genadeloos doen, hè? Genadeloos met scherp. Ja, dat was de opdracht, geloof ik. Dus met plezier. Nou, we zijn hier nu in Amsterdam en dames en heren, u gaat nu meemaken hoe een politicus hier live ook een beetje ongemakkelijke situatie moet gaan bekijken. En je lacht. Waar gaat het over, denk je? Ik heb geen idee. Dat is gewoon een... geen idee. Nee, ik wacht het rustig af. Maar ga dan wel eventjes fijn met ons kijken, want het is wel het een en ander gaande hier in Amsterdam, hè? Ja, absoluut. Kijk maar. In D66 is in haar schriftelijke bijdrage ook heel duidelijk en geeft te kennen dat zij een sociaal-liberale partij is met een sociaal-liberale hervormingsagenda en ze wil die hervormingsagenda uitvoeren in een sociaal-liberale coalitie. En daarmee bedoelt zij aan de ene kant een liberale partner en aan de andere kant een sociale partner. En wie komen daarvoor in aanmerking? Voor de liberale partner in Amsterdam komt alleen de VVD in aanmerking. En voor die sociale partner komt, ik citeer de partij ook, naar de overtuiging van de partij, dus komen drie partijen in aanmerking, de PvdA, GroenLinks of de SP. Dames en heren, ook namens ons van harte welkom en een hele goede vrijdagmorgen. Wij hebben de afgelopen 2 weken inderdaad hard gewerkt met GroenLinks aan deze hervormingsagenda. En we hebben dat gedaan met GroenLinks omdat D66 en GroenLinks 2 partijen zijn die kansen zagen om de stad groener, sterker en vrijer te maken en niet bang zijn voor verandering. Verder nog? Niet? Oké. Okay. Dan dank ik u allemaal hartelijk. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, het is ongelooflijk jammer, maar we zijn gesprekken aangegaan met GroenLinks en de VVD nadat D66 en GroenLinks echt een goed akkoord hadden neergelegd. Maar het bleek dat GroenLinks eigenlijk nauwelijks bereid was om afspraken te maken met de VVD om ook te zorgen dat de VVD zich in het akkoord kan herkennen. In 2010 was het niet fraai, maar dit jaar is het nog erger. Nou, wat we nu in ieder geval zien is dat onderhandelingen die er echt heel veelbelovend uitzagen, dat die uiteindelijk in de laatste fase zijn mislukt. Dat is ongelooflijk jammer, maar dat betekent nog steeds dat wij snel moeten gaan werken aan een stabiel stadsbestuur. We hebben uiteindelijk gezamenlijk besloten dat we 2 namen hebben van onafhankelijke verkenners die we morgen gaan benaderen. Mochten die nou allebei niet beschikbaar zijn, dan is er de vraag aan de fracties van D66 en de SP, de 2 grootste winnaars van de verkiezingen, om allebei een verkenner aan te wijzen die dan het komend weekend de taak krijgt om even met alle 8 partijen te praten, iedereen uit de loopgraven te halen en te kijken wat zijn nou reële coalitiemogelijkheden die Amsterdam snel aan een stabiel stadsbestuur kunnen helpen. Goed, die 2 verkenners zijn inmiddels bekend. 2 senatoren, 1 van D66, 1 van de SP. Als ik dat filmpje zie, zou ik denken, Stientje, jij gaat nu roepen. Werk aan de winkel, zorgen dat er snel een stabiel stadsbestuur komt. Nu vooruit. Nu vooruit. Ik heb vanmiddag hier veel op een deel van de grachtengordel gestaan. En je hoort heel erg, het is de schuld van D66. D66 heeft de hand overspeeld, fouten gemaakt. Te gretig geweest die PvdA eruit te houden. Kun jij nog iets ter verdediging aandragen? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Kijk, D66 heeft hier natuurlijk fantastisch gedaan. En daar zijn we heel erg blij mee. Maar we zijn natuurlijk niet zo groot dat we in ons eentje kunnen bepalen hoe dat stadsbestuur er hieruit komt te zien. Dus dat betekent dat we natuurlijk toch voor die vorming van een stabiel stadsbestuur afhankelijk zijn van de samenwerking met andere partijen. En ik denk, zoals Jan Paternotte net ook al zei, dat we het heel jammer vonden dat we samen met GroenLinks en de VVD dat niet lukte. Want we waren wat ons betreft heel ver. En ik was natuurlijk als groen politicus heel erg blij dat er ook zoveel vergroening in zat. Dat is uiteindelijk geknapt omdat GroenLinks niet verder wilde bezuinigen op ambtenaren, iets wat voor de VVD belangrijk was. Toen hebben we tegen zowel de SP als de PvdA gezegd, we willen dan graag VVD, wij en 1 van jullie. Nou, daar heeft de PvdA nee op gezegd. Toen hebben we gezegd, dan samen met de SP en de Partij van de Arbeid. Heeft de PvdA nee op gezegd. Toen hebben we gezegd, dan een PvdA-verkenner en een D66-verkenner. Het is aangebroken. Let u op. Nee, nou ja. Gaat u door. Need I go on, zou ik bijna zeggen. Ze mag even deze verdediging afmaken. Ja, gaat u door. Want ik heb de hele middag gehoord dat het hun schuld is. Ga door, Stientje. Nou ja, kortom, dus als er elke keer nee wordt gezegd, nou ja, dan kom je uiteindelijk, kost dat tijd en kom je hier uit. En ik heb er alle vertrouwen in dat die 2 verkenners van SP en D66, wat de grote winnaars zijn, dat die gaan samen gaan zeggen en nu vooruit en dat die er wat moois van gaan maken. Wat vindt trouwens het panel ervan? Hoe is het probleem? Ik vraag me af, als iedereen tegen jou nee zegt, waarom ligt het dan de hele tijd aan die anderen? Nou ja, dat moet je eens vragen aan de Partij van de Arbeid. We hebben
Een meerderheid nodig. Ja, maar is het dan niet een meerderheid nodig dat je ook naar jezelf gaat kijken? Als al die andere partijen dan toch afhaken op een gegeven moment. Nou, de andere partijen haken niet af. Er ontbreekt telkens een partij om een meerderheid te maken. En dan ga je dus blijven zoeken. En je ziet dan ook dat Jan Paternotte dat doet. Hij blijft gewoon zoeken naar een meerderheid. We kunnen veel zeggen over Jan Paternotte, maar hij blijft zoeken. Ja, dat is zijn rol als leidende partij, omdat hij de grootste is geworden om het voortouw te nemen. Dat doet hij. Ik wil echt voorkomen dat Stientje van Veldhoven zich niet meer welkom voelt hier. Ja, okay. Maar ik zou zeggen, maar ik weet wel zeker dat Teun van de Keuken die trofee nou niet meer krijgt. Ja. Dat heeft hij grondig verpest. Ja, dat is natuurlijk gegarandeerd. Dat gaat er eigenlijk niet meer lukken. Heel goed. Okay. Nou, dan ga ik vrijheid praten. Ja. Dames en heren, jury van vanavond, Stientje van Veldhoven. Ja. Dankjewel. Ga lekker zitten.